Ik ben boos, mensen. Yo mensen, welkom bij een nieuwe vlog. Het is vandaag zondag. En ik heb hier ook de vlog van gisteren afgesloten. Dus ben jij een slechte YouTuber, dit dat. En even iets leuks om te vertellen. Fun fact. Weet toch hoe ze dat zeggen in Engeland en Amerika? Fun fact, you know, like yes, every day yes. It's very dark in my room. Fun fact. Ik heb toevallig mijn eerste portemonnee ooit gevonden. Dat was deze. Van de Drievliet. Hier, dat is een attractiepark hier in de omgeving Den Haag. Dus dit was mijn eerste portemonnee ooit. Dus hier stopte ik als eerste mijn monnetjes in. Jullie weten zelf, die paarse brieven en zo. Nee, gewoon zakgeld, 5 euro toch. Mensen. Zouden jullie het geloven als ik zou zeggen dat ik bijna al mijn video's edit met Windows Movie Maker? Zouden jullie dat geloven? Dat heb ik zojuist ook getweet. Volg me ook even op Twitter als je dat nog niet doet. @visusabon. Ik promote mezelf gewoon in mijn eigen ding, is goed. Maar zouden jullie geloven dat ik het edit allemaal met Windows Movie Maker? Zouden jullie dat geloven, mensen? Denk daar maar eens over na. Grappig hoe je een tv koopt en vervolgens geen afstand erbij krijgt en geen voeding voor de tv. Dus die stekker die zeg maar in stopcontact gaat. Dat had ik gisteren, ik had dus gisteren een tv gekocht als je de vlog van gisteren had gezien. Niet de echte tv die ik echt zeg maar vast wil hebben in de woonkamer. Want waarschijnlijk ga ik deze voor mezelf houden. Maar een goede tv die moet ik dus nog halen. Maar ja, geen afstand en geen voeding. Dus gisteren wilde ik hem zo installeren. Zie ik dat hij geen dinges heeft. Probeer ik de winkel te bereiken om te bellen. Want ik ging googlen. En er staat zondag van 12 tot 5. Dus ik dacht van oké, ga ik zo meteen even langs. Maar ik dacht voordat ik langs ga, ga ik even bellen. Nou, gelukkig dat ik heb gebeld. Ik heb geprobeerd te bellen naar verschillende filialen. Ze nemen allemaal niet op. Totdat ik naar het hoofdkantoor belde. Leek net als die man thuis was. Maar oké, in ieder geval. En die zei van ja, ze zijn dicht. Alleen de laatste zondag staan ze open. Zeg ik ja, oké. Maar dan moeten jullie dat ook duidelijk aangeven op jullie site. En duidelijk, wanneer ik zeg maar via Google ga zoeken, dan moet er niet staan zondag van 12 tot 5. Dan moet er staan alleen de laatste zondag van 12 tot 5. Wat eigenlijk ja, best wel onzin is, alleen de laatste zondag. Ik weet niet wie dat heeft verzonnen, maar goed. Dus nu moet ik even wachten tot morgen. Dan moet ik morgen langs gaan. En dan vandaag, ik weet niet of ik naar de kapper ga vandaag. Even snel jellen, even koep doen zo. Geen Hani-koep. Maar ja, Hani zit in Hoofddorp. Je weet toch, ik kan van die snelle jellen dingen, ik wil niet eens het huis uitgaan, maar goed. Dus dat, ik weet niet eigenlijk wat ik vandaag ga doen. Ik denk gewoon even afwachten. Vol. Jan, heb je mooie haren? Nee. Jawel. Kom eens. Oh. Wat zijn dit voor haren? Deze niet van mijn deze. Deze moeten allemaal weggeknipt worden. Nee. Ga ik jou naar Hani brengen? Nee. Hij gaat voor jou wegknippen alles. Nee. Hij gaat het doen. Hij gaat voor jou heel mooi maken zo. Je hebt hele mooie haren, maar nu is het te veel. Dit is voor mij taekwondo. Is dat voor jou taekwondo? Ja. Heb je een rode band? Dit is voor mij deze taekwondo. Echt waar? Doe maar taekwondo. Nee. Ik kan wel echt. Box. Doei. Ga je de auto gaan? Ja. Ik ben boos, mensen. Heel boos. Op iemand. En diegene zal er nu van langs krijgen. Ik ben mijn broeder van een andere moeder. En hij is hier ook. Die mij een beetje kalmeert. Want anders zou ik echt gewoon mijn knokkels breken hier. En zou ik echt een paar gaten in muren slaan en zo. Maar ik zou dus eigenlijk gaan voetballen in een zaal. En Noah die had me daarvoor gevraagd. En ik was helemaal klaar. Ik had mijn spullen gepakt. Nee, serieus, even normaal. Ik had mijn spullen gepakt. Alles klaar. Douchespullen. Noah stond beneden voor de deur. En hoe ik net naar beneden wil gaan, krijg ik opeens appberichten van hem binnen van... ze hebben te veel man. Ja, dus? Ik bel gelijk Noah op. Ik zeg, ja, dus kunnen wij dan niet ook als extra man? Nee. Cezat wil dat niet. Want hij nodigt 3 miljoen mensen uit. En hij houdt geen rekening met andere mensen, Cezat. Ja? En als jij met iemand afspreekt, geef je altijd de tijd aan en dan kom je zelf een half uur later. Nou, bij deze. Iedereen die ooit met Cezar te maken heeft, dat is die... Dat is die. Wacht, ik zal hem wel nu even in beeld brengen. Ja, dat is deze baardman, ja. Meester Cezar voor de meeste kijkers.
komen allemaal een half uurtje later. Als zij zeggen 9 uur aanwezig, kom maar lekker 9:30. Allemaal. En als hij vraagt, ja, waarom doen jullie dat, dit, dat? Stuur hem maar door naar mij. Met hem praten. Heel goed praten. Ze zegt niet meer mijn vragen hoor, om te komen voetballen. Echt waar, niet meer mijn vragen. Ik ben echt boos op jou. Je moet echt een heleboel dingen goed maken om mij weer te laten komen daar. Een paar tractaties. Mijn vlaan een paar keer. Een paar keer chadir. Een paar keer... Ja, dat moet echt gebeuren, want anders ga ik echt niet meer komen. Noah ook niet. Noah is ook boos op jou. Je eigen broertje. Je laat je eigen broertje in de steek, Cesar. Ben ik niet van jou gewend. Echt slecht. Letterlijk elke planning van vandaag gaat niet door. TV gaat niet door. We willen naar de kapper. Dan van nee, weet je wat, ik zie toch Hani dinsdag, ik ga bij hem knippen. Voetballen gaat niet door. Ik ben echt zo moe als ik weet niet wat, joh. Oh, het is pas 12 uur of zo. Ja, pas, maar dat is voor mij redelijk vroeg. Alhoewel ik wel of morgen vroeg moet opstaan, 8 uur weer. Naar school gaan. Echt geen zin, mensen. Echt geen zin. Ik weet niet hoe ik dat ga doen. Ik weet niet hoe ik dit jaar nog ga volhouden, zo. Elke keer vroeg opstaan en zo. Dat wordt lastig voor mij. In ieder geval, ik heb net 2 brieven gekregen van twee hele toffe kijkers, hele persoonlijke brieven. Die doen mij wel echt goed wanneer ik dat zie, weet je. Dat geeft me toch weer die extra waardering wat ik doe voor mijn werk. En het geeft me weer die extra motivatie om door te gaan. Want jullie hebben zelf gezien in de vlog van gisteren hoe het was met Anouar. Ik was helemaal vanuit uit de geest gekomen. En ja, zo zie je maar dat de kijkers echt jou als voorbeeld gaan zien. Ook al weet je het zelf niet, ze zien je sowieso zo. Ze zien je sowieso zo. Gevaarlijk, gevaarlijk. Maar ja, mensen, het is wel een rol die je op je moet nemen. En je moet ook precies weten wat je gaat doen en wat voor dingen je zegt en zo. Want je ziet dat een heleboel mensen ernaar kijken en een heleboel mensen het ook overnemen van jou. Dus daarom moet je weten wat je zegt. En je moet ook weten wanneer een vlog meer dan genoeg is. Ik weet, mensen, het is een korte vlog. Sorry daarvoor, maar ik ben echt moe. Echt, ik wil nu niks liever dan gewoon... Deze vlog editen. Dan slapen nog. Ik wil nu al slapen. In ieder geval. Vond je deze vlog wel leuk? Laat dan even een blauw duimpje achter. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op mijn kanaal. Vergeet natuurlijk ook niet om je onderreactie achter te laten. Vergeet natuurlijk ook niet om dingen te vergeten. Want zoals jullie weten, sluit ik altijd af met een... Pauw!